Yo, dames en heren, jongens en meisjes, welkom bij de nieuwe serie op mijn YouTube-kanaal. Dit is OneBlock, dat jullie kunnen zien. En ja, hier staat het ook. Welcome to OneBlock. Pleasure. Break the block below to begin. Advance. Slash obey team invite. Fill all island faces with slash obey faces. En je kan ook spullen kopen en verkopen in de daily shop. En ja, ik ga gewoon beginnen met blokken allemaal onder me, I guess. En ja. Dus eigenlijk zo. En ja. En uiteindelijk is mijn doel om ook bij dat de er een klein eilandje te bouwen. Dus ja. En dan ga ik even een crafting table maken. Zo. Hier zet ik even daar neer. Even stokjes. En zo. En zo. En soms kan het zijn dat er ook bugs in zitten van dat ik bijvoorbeeld door de blok heen val. Maar dat kan gebeuren, zoals dit. Dus ja, dan weten jullie het ook alvast. Want de server is nog niet helemaal optioneel goed hierin om dat zo te laten fixen. Yo, mijn eerste appel. Moet ik het wel goed doen. Yo, wat dat Kissy. En de tweede kissie. Protection, fire protection en feather falling. Nice. En dan was het deze blokje. Ik zit gewoon zo nog op de Foxcraft server, maar ik moest wel wennen om dit ook voor jullie te gaan spelen. Zo. En ik hoop dat ik kisten kan neerzetten. Nee, kan nog niet. Jammer genoeg.
in het zetel, als ook naar beneden gevallen. Ja, ik heb geen dart meer. Voordat jullie gaan vragen van, oh, gaat je broer ook meedoen in de serie? Nee, ik ga dit echt puur solo doen. Ik wou deze serie ook puur solo starten. Maar, misschien dat ik later wel in de serie mijn broer ga vragen of hij de zin heeft om mee te gaan doen. Maar dat weet ik nog niet. Oh ja, en trouwens, ik heb ook geen ring in de server. En even kijken. Ja. Deze kan ik wel plaatsen. Nee. En dat was mijn eerste dev in de. Dat zeg ik gelijk. Jammer genoeg. Maar er moet altijd wel een eerste dev zijn. Vind ik. Ja, ik kan nog niet heel erg veel. Deze te gaan doen. Ja, wat wil ik er voor nu achteruit? Yes, de hout. Nee, dat. Ik hoop dat ik nu bij dat meer dirt krijg, want dan kan ik ook gewoon
Maar dat verder met ook kleine uitbreidingen doen. En het grappige is, ik kan nog niet heel erg veel dingen plaatsen eigenlijk op mijn eiland. Dus ja, vandaar. Ik kan ook eigenlijk nog geen huis neerzetten. Zo gemakkelijk. Dus ja. Ik kan al wel een oven maken. Voor nu zo. Zeg juist. Oh ja. In mijn vrije tijd speelde ik ook altijd van One Block. En ik weet van One Block dat je minimaal zoveel meter buiten moet zitten om bij dat. Dat om iets neer te kunnen zetten buiten je woonblok. En dat kan ik dus nog niet. Shell items. Ja, voor nu is het zo goed, I guess.
Het is wel de eerste aflevering al, dus van dit serie. Ik weet niet hoe lang ik deze serie ga laten lopen. En ja. Omdat ik het gewoon zo ook gewoon stenen ga kopen. Daar was ik wel trouwens benieuwd naar. Wat is het? Ik heb granite. Ja, cobblestone. Iron ore. Ik heb wat vind ik nu belangrijk? Ja, ijzer. Voornamelijk. Ik ga niet. Hoe heet dat? Heel specifieke grote eiland van maken. Net ook echt. Alles terug bij elkaar. Oh, sick. Ja.
Dan ga ik even zo. Dat doe ik wel hier, een kist. Zo. Yo. Doe ik even al mijn spullen hierin. Zo. Dan ga ik ook hier zo ook de aflevering afsluiten. Want ja. Ik ga geen alsmaar aflevering van maken, denk ik. En zo begint mijn eiland uiteindelijk meer en meer te groeien. En dan zie ik jullie bij de volgende video. Yo. Oh ja, kijk, als ik het gewoon zal gaan. Maar ik weet dat je hier ook een daily hebt. Zo. Ja. Dus ja. En bij de 2 likes laat ik mijn broer meedoen in de volgende aflevering. Als hij het leuk lijkt. Hier komen al mijn belangrijke items in. Zoals mijn boekjes.
Dus ja. Dan zeg ik nog één ding. Tot de volgende video. Adios.